Er is dagelijks, echt dagelijks communicatie. En de afspraken lopen. Er is wel vertraging ontstaan. Laat me zeggen, de stand van zaken is zodanig dat we wat veranderingen, verbeteringen hebben. Die verbeteringen hebben ermee te maken dat het IMF nu gezegd heeft, oké, de begroting die goedgekeurd is, is de basis waarmee we werken. Dus in plaats van dat zij zeggen van, wij denken dat je dit en dit en dit en op die en die manier moet doen, vertrekken we vanuit, oké, we gaan ervan uit dat wat je in je begroting meeneemt, dat dat haalbaar is. Dus dat is een goede doorbraak, omdat het vertrekpunt is, wat hebben wij zelf goedgekeurd. Het tweede aan doorbraak is dat het gepraat over cijfertjes wat meer naar de achtergrond is en dat dus de discussie niet meer is, oké, is er commitment van Surinaamse zijde. En die commitment kan best lastig zijn, omdat er komen weer acties aan het eind van deze week. Er zijn moeilijkheden, maar intussen staat een van de maatregelen staat nog wel hard overeind en daar moet nog een besluit over genomen worden. Wat gaan we doen met de subsidies bij de EBS? Daarvan hebben we in de begroting van dit jaar opgenomen dat daar 1 miljard aan subsidies verminderd zal worden. In goede overeenstemming met staatsolie hebben we daar 310 miljoen van reeds opgelost. Dus er is 690 miljoen dat nog opgepakt moet worden. Van die 310 miljoen gaat de gemeenschap niets merken. Dus op die manier proberen we op slimme manieren de subsidies te verminderen. Daar zijn ook voorstellen voor. Zoals u weet zijn er verschillende adviezen op het bureau van de regering. En de president had gevraagd van oké, kom nou als technici met een eensluidend advies waar de regering besluit over kan nemen. En ik denk ook wel dat we daar heel dichtbij zijn. Als de technici ervoor kunnen zorgen dat ze elkaar vinden, maken ze het de regering ook makkelijk om beleidsbeslissingen te nemen. En ik denk dat daar waar ze het over zijn, dat daar besluiten over genomen kunnen worden. Het derde punt is, en dat is voor toekomst en dat is voor andere landen. Vanmorgen hoorde ik dat er gisteren een meeting is geweest binnen het IMF over Sri Lanka. En ook hun voorbereiding heeft 1 jaar geduurd. En in de politieke board van het IMF is in elk geval de conclusie getrokken dat het niet mag gebeuren. Want ook wij hebben 1 jaar gewacht voordat het IMF met ons eindelijk overeenstemming had bereikt. Het IMF gaat daar binnen de organisatie maatregelen treffen dat dat anders moet. Ik heb me ook voorgenomen, in april is er een meeting in Washington met het IMF. De planning is dat ik daar naartoe ga. En de bedoeling is dat ik daar ook mijn ervaringen gaan delen, de dingen waarvan ik denk dat die echt beter moeten binnen het IMF om landen beter te kunnen helpen. Wij denken dat dus er is vertraging. De missie die nu eind deze maand zou komen, komt een maand later, dus eind volgende maand. En ik verwacht nog steeds dat er overeenstemming bereikt wordt, dat er een staff level agreement komt aan het eind van die missie en dat de samenwerking met het IMF doorgaat.